God damn, wat een battle, man. Wat een battle. Millman! Je had het een beetje zwaar volgens mij, hè? Ja, ik wist wel dat hij dope zou zijn, maar ik kwam wel op net level. Maar voor mijn gevoel, ik weet niet, man. Ik kon letterlijk zijn bars met hem mee zeggen. Maar kijk, weet je wat het is? Het is een beetje een bar versus... Weet je, ik probeerde zijn carrière te exploderen, snap je? En dat sloeg ik zo aan als ik dacht dat het aan zou slaan. Want wat ik zeg is bullshit. Ik bedoel, hij battled mee van 2010 en staat niet tegenover die zijn eerste battle. Iemand tegen die zijn eerste battle heeft gehad. Weet je, het klopt wat ik zeg. Alleen mensen die, weet niet, die houden meer van die shit zoals Cash. Weet je, het was wel fat toen, maar ik zelf vind het, ik kwam persoonlijk op hem. Maar ja, hij kwam echt dood, weet je. Hij kwam op een nieuw level. Echt gewoon vitaal 2.0. En wel wat ik had verwacht, maar hij sloeg gewoon aan bij de crowd, man. Dat kon je gewoon zien. Betekent dat je denkt dat je de overwinning niet te pakken hebt? Nou, dat weet ik niet, man. Het zou een hele grote kans zijn dat hij wint, weet je wel. Ik denk dat de kans wel iets groter is dat hij wint dan dat ik win. Maar ik geef het gewoon eerder toe, hij heeft fuck dope gedaan. En, maar ik vind zelf persoonlijk nog steeds dat ik dope kan, weet je. Ik heb mijn game verbeterd, vind ik. Dus. Vind ik ook, hoor. Moet ik eerlijk zeggen, je tweede battle hier bij Punch-Out. En ik moet zeggen, je blijft groeien. Als je zo door blijft gaan, dan komt het helemaal goed, man. Mailman. Bang.